werknemers is voor de werkgevers echt een probleem aan het worden. Een werkgevers AWVN die wil dat werknemers nu hun vrije dagen vaker gaan inruilen voor loon. Werknemers die hebben in Nederland gemiddeld 14,5 vrije dag opgespaard. En daardoor moeten bedrijven 17 miljard euro achter de hand houden. Als werknemers vaker kiezen voor extra loon in plaats van vrije dagen, dan hoeven werkgevers minder geld achter de hand te houden. Want nu moeten ze al die bedragen op de balans houden. Ja, je zou ook kunnen zeggen, misschien moeten er gewoon minder vrije dagen worden uitgedeeld. Misschien moeten er gewoon minder vrije dagen worden uitgedeeld. Misschien moeten er gewoon minder vrije dagen worden uitgedeeld. Misschien moeten er gewoon minder vrije dagen worden uitgedeeld. Zijn hoeren in de tent, er zijn hoeren in de tent, er zijn hoeren in de tent, dus ik ga nog niet naar. Net op deze cijfers zou het wel wat minder kunnen, ja.